De Partij van de Arbeid en 50PLUS uit Gooise Meren gaan met elkaar in discussie in de bibliotheek van Bussum. Rolien Bekkema voert een stevige campagne. We pakken deze campagne heel veel tijd om alle wijken en buurten in Gooise Meren in te gaan. En Andreas van der Schaaf van 50PLUS vindt dat het ziekenhuis in Blaricum behouden moet blijven. Ter Gooi gaat dicht, gaat sluiten. Hoe moet dat verder met de zorg in onze regio? Dit is het verkiezingsdebat van In Derde Termijn met Sjoerd Stoop. Nog een kleine week en dan gaan we met z'n allen naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad van Gooise Meren te kiezen. In alle verkiezingen hebben ze de afgelopen week gezien verkiezingsdebatten. Vandaag de laatste met de laatste twee partijen die we nog niet gehad hebben. De Partij van de Arbeid en 50PLUS. Aangeschoven hier in de Biep in Bussum. Rolien Bekkema van de Partij van de Arbeid en Andreas van der Schaaf van 50PLUS. Dames en heren, welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ten opzichte van 2 jaar geleden twee nieuwe lijsttrekkers. Rolien, laat ik met jou beginnen. Opvolger van Lars Voskuil. Ja. Hoe is dat? Dat is een uitdaging. Nee, het is heel erg leuk. Ik heb het vertrouwen gekregen van de leden om dit keer de lijst te mogen trekken. En dat doe ik met heel erg veel plezier. Ik heb een enorm enthousiast team. Met heel veel nieuwkomers en ook nog oud-gedienden. En we zijn volop in campagne. Gaan we alle wijken, alle buurten rond en halen we op wat er leeft. En we hebben er zin in. Ja. Hoe is dat gegaan? Word je daarvoor gevraagd of bied je je aan om lijsttrekker te worden? Hoe gaat dat? Wij hebben een kandidaatstellingscommissie waarin we inderdaad aan mogen geven of je beschikbaar bent voor de lijst om kandidaat raadslid te worden. En ik heb het geluk gehad dat de leden mij op de eerste plaats hebben gekozen. Ja. Dus toen mocht ik de kar gaan leiden. Dus, ja. Altijd de ambitie gehad om lijsttrekker te zijn, een fractievoorzitter straks? Nou, ik vind het heel erg leuk om te doen. Het is een proces. Ik ben begonnen als raadslid en ik zie dit nu als een hele mooie nieuwe stap. Ja. Nou, even kijken naar de Partij van de Arbeid. Ja, 2 jaar in de oppositie gezeten. Ja. En wat heeft de Partij van de Arbeid de afgelopen 2 jaar bereikt? Het is natuurlijk erg lastig om te zeggen wat we precies bereikt hebben. Wat we hebben bereikt als partij is met een hele enthousiaste club zijn we alle wijken en buurten ingegaan. En waarin we inderdaad heel veel hebben opgehaald en hebben tot een geweldig verkiezingsprogramma geleid. Dat hebben we bereikt. Om nou een hele concrete actie te noemen, en daar staan we nu middenin, dus ik denk dat het heel leuk is om te benoemen. Dat is onze bibliotheekactie. De coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en D66 was van plan om heel fors te gaan bezuinigen op de bibliotheken. Wat zou inhouden dat de vestigingen in Naarden en in Muiden waarschijnlijk dicht zouden moeten. Ja. En toen hebben wij de inwoners van Gooise Meren gemobiliseerd. Meer dan 14.000 handtekeningen hebben we verzameld. En mede daardoor hebben we er wel voor gezorgd dat die bezuiniging van de baan af is. Ja, precies. Op de dag van de aanbieding van de handtekeningen werd ook bekend dat die bezuiniging heel toevallig opeens van de baan niet doorgaat. Ja. Ja, nou, dat is toch lekker om je in je zak te steken. Toch? Geweldig, geweldig. Ja. Ja. Nieuwe verkiezingen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Ja, waarom moet de burger op de Partij van de Arbeid stemmen? Ik denk, de burger weet ik niet. De inwoner van Gooise Meren die zou op de Partij van de Arbeid moeten stemmen. Omdat ik denk dat ons programma zo aansluit bij hun wensen voor Gooise Meren. Ik denk dat iedereen wil wonen in een sociale gemeente. Waar iedereen ertoe doet, waar iedereen meedoet. En waarin we ook echt oog hebben voor alle kernen. Voor Muiden, Muidenberg, Naarden en alle wijken ook in Bussum. En dat we echt met de inwoners samen besluiten nemen, dat we samen de beleid maken en dat we ook echt zorg dragen voor makkelijk bereikbare, toegankelijke zorg. En dat we daadwerkelijk nu echt bezig gaan met woningbouw voor de mensen die het nodig hebben. En dat zijn jongeren, starters, dat zijn senioren die willen blijven wonen in Gooise Meren, maar op dit moment niet kunnen doorstromen. Dus de goedkopere woningen, sociale woningbouw, daar zetten wij ons heel erg voor in. Ja, je noemt al even zorg en woningbouw. Is dat ook echt een speerpunt in jullie programma? Ja, zeker. Zeker om dat samen vanuit de wijken en in de wijken terug te brengen. Dat zijn onze speerpunten om echt de zorg op een makkelijke manier aan te kunnen bieden. En zonder alle bureaucratie eromheen. En om ervoor te zorgen dat we kunnen wonen hier in Gooise Meren. Ja, 2 dingen. Waar mogen we over 4 jaar op afrekenen? Ik denk met de inzet wat ik nu inzet. Ik wil dat we hier echt werk van gaan maken. En je mag mij over 4 jaar erop afrekenen dat ik me daar niet, als ik me daar niet voor in heb gezet. Ik zal me daar continu voor inzetten en hoop dat we daar echt grote stappen in kunnen maken de komende tijd. Ja. Resultaten zullen misschien wel afhangen van hoeveel zetels jullie straks halen. Laten we eens van het meest positief uitgaan. Jullie komen in een coalitie. Wie is de wethouderskandidaat? Wij hebben nog geen hele duidelijke wethouderskandidaten. Je hebt het voorgaande afleveringen ook vaak gevraagd. En ik moet helaas hetzelfde zeggen. Het hangt zo af of we in de coalitie komen,
met wie we in de coalitie komen, welke portefeuilles we toebedeeld krijgen of kunnen krijgen. En afhankelijk daarvan hebben wij echt meerdere kandidaten die heel geschikt zijn en die wij te zijner tijd zullen voordragen. Ja, ben je zelf kandidaat beschikbaar? Nee. Ik heb een nieuwe uitdaging. Ik ben voor het eerst lijsttrekker en zal me straks inzetten als hopelijk als fractievoorzitter in de nieuwe raad. Precies. Nou, we gaan straks verder praten over standpunten en stellingen. Tegenover jou, Andreas van der Schaaf, ja, 50 kijk, plus. Normaal bij een debat, Joost, dan mag je interruperen. Maar ik heb het nou maar niet gedaan. Heel alhoewel, goed. Het was ook heel positief geweest, die interruptie. Oké, okay, nou ja, goed. Jou voor later misschien. Andreas, je bent de nieuwe lijsttrekker van 50 plus. Mm-hmm. Opvolger van Arno Haaien. Hoe is het bij jou gegaan? Je bedoelt het lijsttrekkerschap? Nou ja, hoe ben je lijsttrekker geworden? Oh, nou ja, kijk, op een gegeven moment, Arno die heeft een nieuwe baan gekregen op 60-jarige leeftijd. Dat is heel bijzonder in deze. Ik weet niet of het een vaste baan is, maar het is in ieder geval een langdurig contract. Ja. Nou ja, hij kon dat gewoon niet meer verenigen, want zoals jullie misschien allemaal weten, hij doet ook nog de spot hier in Bussum. Dus ik kreeg eigenlijk op mijn bord, ja, jij moet de lijsttrekker worden. Nou is dat niet zo gegaan, wat sommigen misschien wel denken van, nou dan word je dat maar. Nee, we hebben tegenwoordig toch wel, dat was misschien in het verleden wat anders, omdat wij een soort boegbeeld waren in de gemeenteraad voor 50 plus landelijk. Hè? Dus er waren nog verder geen gemeenteraadsleden. Dus toen hebben ze gezegd, nou, Noord-Holland valt onder jullie. En Noord-Holland, daar zat een bestuur enzovoort. Nou, toen heb ik toch gezegd, op het moment dat ik dus beoogd lijsttrekker zou zijn, ik ga toch eventjes met Den Haag bellen. Ja. En vinden jullie dat wel goed? En toen hebben we onze interimvoorzitter in Noord-Holland geraadpleegd. Nou, die stonden er allemaal achter. Dus zo ben ik toch lijsttrekker geworden. Ja, precies. Ja, een beetje onverwacht is dat Arno. Het is misschien wel ongewoon als je kijkt in licht van hoe de PvdA of een andere partij dat doet. Maar ja, ja, ja. Ja, maar in ieder geval wel onverwacht, want Arno natuurlijk stopte. Maar niet tegen Willem dank, dus dat ik het zo begrijp. Nee, zeker niet. Ik had ook nee kunnen zeggen. En ik heb soms wel eens even getwijfeld, want ik denk, het is zo lekker om, en dat weet Rolien, mag ik toch wel zeggen? Ja, hoor, zeker, André. En dat weet Rolien ook, dat je in de luwte zit en er net achter, ja. Dat is best lekker. Want nu ben jij natuurlijk het poppetje van Verkade, weet je wel? Ja. Dus alle ogen op Quatta. Ja. Nou, ja, maar wordt in ieder geval spannend. 50 plus 2 jaar ook in de gemeenteraad gezeten. Ja. Wat hebben jullie de afgelopen 2 jaar bereikt? Sjoerd, ik moet nog even rekenen, want 2 jaar is het, hè? Of was het nou 2,5, maar je trekt de vakanties eraf. Ja, nee, maar als je, nee, ja, maar jij bent er ook niet wel 2 jaar bij geweest natuurlijk. Ja, oké, okay, maar ik ben natuurlijk wel steunfractielid geweest en weer raadslid. Het schijnt een record te zijn. De Nederlandse Vereniging van Gemeenten heeft het nog eens nagetrokken. Dat er nog nooit zo vaak iemand ingezegend is en weer eruit is gegaan en weer ingezegend. Ja, want voor de mensen die dat niet weten, je bent steunfractielid geweest. En vanwege verschuivingen binnen de partij exact. Ben je steeds tijdelijk raadslid. Raadslid. En nu echt definitief. Ja. Ja, nou ja, dus dat is 4, 5 keer heen en weer gegaan. Ik ben zelfs de tijd de tel kwijt. En dan ook nog weer benoemd in agendacommissies en noem maar op. Hoe is het mij vergaan in die 2 jaar? Nou, gewoon maar de partij ook. Hoe is jou en de partij vergaan? Nou, ik vind dat je als kleinere oppositiepartij moet je altijd kijken. Dat lijkt mij de meest diplomatieke weg om te kijken naar wat je bindt en niet wat je scheidt. En dat hebben wij in vele opzichten gedaan. Ik zeker, denk ik. Ook diplomatie naar de andere partijen toe. Kijken waar je met elkaar kunt samenwerken. Dat hebben we heel vaak gedaan met de PvdA. Niet op alle punten. Of niet maar geheel als hele partij. Nee, of soms niet als gehele partij. Ook niet altijd. Hè. Daar hebben wij toch meer een soort, alhoewel we zijn opgericht geloof ik door de PvdA, hebben we ook een soort liberale inslag bij ons. Nou, dus dan houden we die vrijheid. Maar over het algemeen, wat je bindt en niet wat je scheidt. En daar ga ik in eerste instantie van uit. En daarmee kun je ook het meeste bereiken. Maar noem eens iets concreets. Wat heeft 50 plus afgelopen 2 jaar bereikt? Los even. Nou, ze heel hard lachen. Nee. Nou, ik vind dat wij ons in eerste instantie hebben ingezet voor de ouderen. Voor de senioren. En dan met name in die zorg. Wat kun je daar nou betekenen? Nou, ik vind dat wij toch op het juiste moment nog hebben gezegd. Ho, wacht even. Tergooi gaat dicht. Gaat sluiten. Hoe moet dat verder met de zorg in onze regio? Ja. Dus daar is onze actie op gebaseerd geweest. En we hebben toch in vrij korte tijd meer, ik weet niet precies hoeveel, maar laat ik zeggen 13.000 handtekeningen. Veel. Het waren er genoeg. Opgehaald, niet alleen natuurlijk onder 50-plus gezinten en onder ouderen, maar eigenlijk onder iedereen.
Jong en oud hebben meteen ingetekend. En dat vind ik, en we waren deel van de actiegroep en ook wel een beetje de initiatoren, dat hebben we toch bereikt. Wat heb je dan bereikt? Blijft de Gooi open? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben bang van niet. Nee. Maar wat we nu bereikt hebben is dat er een dialoog op gang is. Dat er een zorgcentrum, een huisartsenpost komt in de Gooise Meren. Of althans, misschien wel in Huizen en misschien wel in Laren. In progress nog? In progress, ja. Maar dat is zeker bezig. En dat is een goede zaak. Okay. En we houden on the ball ook bij minister Bruins in Den Haag. Precies. Nou, nu nog vier nieuwe jaren. De vooruitgang dat jullie weer een zetel krijgen. Wat is het belangrijkste speerpunt in je programma? Nou, het belangrijkste speerpunt zijn natuurlijk toch de senioren en de ouderen. Ik heb altijd een beetje een probleem met ouderen. Want ouderen zijn vaak al heel oud, hè, als je het zo hoort. En senioren die kunnen zitten zo tussen de 50, de 48 plus, de 45 plussers en up. Nou, de senioren, die zijn voor ons van belang. Want er is nog steeds een probleem op het gebied van als je kijkt naar er zijn te weinig seniorenwoningen. Er zijn te weinig goede zaken die voor senioren in onze gemeente van belang zijn. En daar moeten we de vinger aan de pols houden. Dus dat is speerpunt 1. En dat ze ook meedoen. Ze tellen mee. Ze doen mee. En ze willen ook meedoen. En wij vergeten vaak dat ouderen, ja, die zien we alleen maar met rollators. En die zijn en die hebben allerlei medicijnen. En die zitten overal. Of die liggen in ziekenhuizen. Nee, er zijn ontzettend veel ouderen die nog steeds meedoen en ook willen meedoen. En dat is wel de moeilijkheid bij ons, dat we toch te weinig zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk mee kunnen doen. Ja, dus dat is ons speerpunt. Krijgen ook bij ons in onze gemeente. Ja. Ja, van onschatbare waarde ook met vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, hè, in absoluut. Onze gemeente. Dus ja. Absoluut. Kijk, we hebben hier wel een debat, maar ik heb al eens eerder gezegd, wij hebben elkaar heel vaak al gevonden op dit terrein. En er zijn wel een paar verschillen en die komen zo meteen misschien wel aan de orde. Maar zeker, ja. Ja, nog even kijken. Misschien dat we hele succesvolle verkiezingen worden. Een aantal zetels, noem maar op. Misschien wel in een coalitie. Ja, je weet het nooit. Landelijk gaat het goed met 50+. Klopt, Joost. Wij zijn natuurlijk de laatste weken van 4 zetels. Nu staan we op 7, al een paar weken in de peilingen. Landelijk. Landelijk. Ja, natuurlijk. Maar zeker, Gooise Meren zou veel zijn. Nou ja, laten we eens vanuit gaan dat het ook in Gooise Meren ook goed gaat. Wie is de wethouderskandidaat? Weet je het zelf? Nee. Ik zou mijzelf helemaal niet als wethouder kunnen zien. En ik weet niet, je lacht me toch niet steeds uit. Nee. Het zal wel gezellig worden. Het zal wel gezellig worden, maar ik denk niet dat ik al zover ben dat ik dat zou kunnen doen of kunnen zijn. En of ik het ambieer. Een vorige wethouder die mij na aan het hart stond, hij was van de PvdA, ik zal zijn naam toch nog een keer noemen, Boekhoff. Die heb ik niet altijd benijd. Maar ik vond overigens wel dat hij het goed gedaan heeft. Ja. Maar wie van de 50-plus is wel de kandidaat, mocht het zover komen? Ja, je zou natuurlijk kunnen denken van, misschien dan Arno. Ja, die is dan een keer geweest. Maar Arno heeft net een nieuwe baan, dus ik weet niet hoe zich dat verhoudt. Ik heb hem ook niet gevraagd wat hij in een nieuwe baan verdient. Of we daar nog mee te maken zou hebben. En ik weet ook trouwens niet van de wethouder verdient, maar ik ook niet. Bij de 5.000-6.000 in de maand. Nou, zoiets. Wie weet. Maar dat is voor later zorg. Eerst naar de zetels halen. En ik vind ook dat je moet kijken in zo'n coalitie. Want natuurlijk hebben wij als partijen, ook met de coalitiepartijen, alles gesprekken gehad van tel nou eens op. Jij krijgt zoveel zetels misschien maximaal, die krijgt zoveel, die krijgt zoveel. Kunnen wij dan alvast een soort wie is de mol bondje gaan sluiten? Nou, dat hebben wij ook wel gedaan. En daarmee zie je nu al dat er wel verhoudingen zijn. En dan moet je gaan kijken, wat voor wethouders wil je? Moeten ze allemaal uit de Gooise Meren komen? Sorry meneer Boland en sorry meneer Franks, ik vind eigenlijk van wel. Ja, zeker. Ik vind eigenlijk van wel. En Rolien zegt ook, ja zeker. Ja. En dan moet je gaan kijken de verhoudingen tussen man en vrouw. En als jij als kleinere partij in een coalitie gaat en jij hebt toevallig alleen maar een man. Maar er moet juist ook, dus daar ligt het ook aan. Arno, hij heeft het nog niet zo uitgesproken. Eerst maar eens verkiezingen en dan zien we weer verder. Voilà. En dat is tenslotte op 21 maart. Dat is bijna zover. We gaan vandaag even lekker debatteren met een paar stellingen die we neer gaan leggen over actuele zaken. De eerste die ik erbij pak gaat meteen over de toekomst van onze gemeente. We zijn net 2 jaar geleden geverseerd tot Gooise Meren, maar er wordt ondertussen alweer getrokken. Onder andere door Weesp en misschien wel later de Gooise, dat u mag het zeggen. De stelling die we gaan neerleggen is, Gooise Meren moet de komende jaren de volgende stap zetten en op zoek gaan naar een nieuwe fusiepartner. Ik ga hem bij jou neerleggen, Rolien.
Ja, daar heb ik een iets wat genuanceerd antwoord. We moeten, het zou slim zijn als we op zoek gaan naar een volgende fusiepartner. En het zou slim zijn als we gaan denken aan Gooistad als optie. En waarom zeg ik dat? De afgelopen jaren, eigenlijk al vanaf 2004, laten alle rapporten steeds zien dat onze regio echt kansen mist. Qua economie voor onze inwoners, qua woningbouw, qua infrastructuur, energietransitie wat er straks aan zit te komen, duurzaamheid. Wij laten kansen liggen doordat we toch een verdeelde regio zijn. En uit dat oogpunt zou ik het heel goed vinden als we Gooistad zouden zijn en een meer grote blok vormen tegenover Amsterdam, tegen Almere in de MRA, Utrecht. En dat we dan beter onze punten zouden kunnen waarmaken. Het belang hierbij wel is dat het natuurlijk wel heel erg dat je de burgers, de inwoners meeneemt. Dus zorg ervoor dat dit gebeurt echt met een inzet voor heel erg goed contact met de inwoners. Dus via wijkraden, dorpsraden, stadsraden. Eigenlijk wat Gooise Meren nu ook inzet. Maar probeer dat echt vanaf het begin af aan met burgerparticipatie heel goed te begeleiden. En dan denk ik dat Gooistad een goede optie is. Ja, op welke termijn zou je dat zien? Oeh, dat zou ik op dit moment niet zo heel snel zien. Ik zou er geen voorstander voor zijn voor een tussenstap naar eerst 3 Gooise gemeenten en daarna Gooistad. Omdat dat weer een fusie na een fusie zou zijn. Ik zou dan zeggen, bereid het dan goed voor met alle gemeentes hier in de Gooi- en Vechtstreek. En stap dan in 1 keer door. Ja. En bereid het goed voor. Ja, precies. Andreas? Ja, nou hier heb je natuurlijk een heikel punt. Hè? Want wij hebben eens te meer altijd aangegeven, en ik persoonlijk eigenlijk ook, dat ik sowieso eigenlijk tegen fusies ben. En ook tegen fusies in het algemeen. Omdat ik veel te vaak heb gezien dat fusies te veel problemen geven, te duur worden, toch weer uit elkaar vallen of verkeerd in elkaar zitten. Dus de foute fusie, om het maar zo te zeggen. En dan komen ze later pas achter. Maar je dus gaat dat toch goed in Gooise Meren nog? Nou, dat moet ik je... Ik moet toch heel eerlijk zijn nu. En mijn mening is, en ook die van 50PLUS, maar zeker die van mij, is dat ik me soms wel eens heb afgevraagd of wij niet in een verkeerde fusie zouden zitten. Ik zou bijvoorbeeld een prachtige fusie zien tussen Muiden, Muidenberg en Weesp. En nou ja, noem nog een paar plaatsen daar in de buurt. Maar zeker tussen Muiden en Weesp. Ik zou ook denk ik wel een mooie fusie hebben gezien, omdat we nou eenmaal grenzen aan elkaar, tussen Naarden, Naardenvesting en Bussum. En ik noem met name die 3, omdat Naarden en Naardenvesting toch weer anders zijn, hè, ten opzichte van elkaar. Dus, in eigen gemeente geweest. Maar... Ja, maar toch, hè, ja. Gevoelsmatig. Nou, dus ik heb wel eens gedacht, zou het niet mooier geweest zijn, en het was natuurlijk allemaal voor mijn tijd, dat we over een fusie hadden nagedacht tussen de Bel en misschien dan zonder Eemnes, want die liggen in Utrecht, dus tussen Blaricum en Laren en Bussum. Die vind ik heel erg bij elkaar passen. En ik zeg het niet negatief, desnoods, maar en bijvoorbeeld Huizen. Ja. Dat zou ik meer zien in een goed verband. En als je dan in die fusie Muiden en Weesp bij elkaar had gehad, en je gaat later nog eens kijken naar het grotere verband. Want aan de ene kant ben ik het met je eens dat je zegt, nou, ik wil die tussenfase dan liever niet, want ik ga liever meteen door. Ja. Aan de andere kant denk ik dat die tussenfase misschien nodig was geweest om die burger enigszins rust en vertrouwen te geven. Want dat is wel een punt. En dat zeg jij ook, van we moeten wel de burger daarin bij betrekken. Nou, als ik kijk naar de Bussemers, die zijn over het algemeen niet voor een fusie geweest met Weesp. Dat weten we nog van een aantal jaren geleden. Ik was er niet zelf bij, maar ik weet het. 90% of 80%. Nou, de Bussemers, als wij ze nu peilen, dan hoor ik nog steeds datzelfde bericht. En dan denk ik, ja, daar moet je dan ook toch naar luisteren. Niet dat het economisch gezien een goede zaak zou moeten zijn tegenover bijvoorbeeld het grote Amsterdam, waarin wij ons stand moeten houden. Maar misschien moet je de fusie anders zien en niet in de klassieke vorm van de bestuurlijke fusie. Je bent nu al gefuseerd in de Gooi- en Vechtstreek. Straks komt er waarschijnlijk... Maar je doet op de regio, dat is natuurlijk een regio. De regio. Maar is dat niet juist het probleem, Andreas, dat we heel vaak klagen op de regio en heel vaak klagen over al die samenwerkingsverbanden. Ja. Waarin kleine afgevaardigden
zitten, een wethouder zit namens bijvoorbeeld Gooise Meren. Mm-hmm. Mm-hmm. Wij klagen als raadsleden dat we dan te weinig informatie terugkrijgen, te weinig zeggenskracht hebben, te weinig controlerende functie hebben. Ja. En op het moment dat we al die samenwerkingsverbanden nog steeds blijven bestaan, mm-hmm. en dat heb je ook als je straks eventueel met 3 gemeenten zou zitten, mm-hmm. dan blijft nog steeds de vraag van het democratische gehalte, is dat aanwezig? Ja. Dan zeg ik, laten we dan direct doorschalen. Ja, en dan wou ik ook nog één vraag stellen. Je zei, de Bussemers wouden niet met Wees. Nee. Ik vind het zelf persoonlijk nog steeds een enorm gemiste kans dat we Wees bij hebben kunnen halen. Dus ik nodig Wees via deze manier ook nog nogmaals uit om op het referendum op 21 maart voor Gooise Meren te kiezen. Ja. Want juist in Weesp en Muiden liggen de mogelijkheden voor ons ook om onze problemen met sociale woningbouw bijvoorbeeld op te pakken. Bussum is eigenlijk heel vol. Naarden is ook vol. Heeft heel veel natuurgebied waar we moeilijk kunnen bouwen. Ik ben ook niet tegen samenwerking. Wat je bindt en niet wat je scheidt. Maar ik ben ook niet tegen samenwerking tussen gemeenten die dicht bij elkaar liggen en die eenzelfde cultuur-historische achtergrond hebben en uitstraling. Maar ja, wij als 50PLUS en ik persoonlijk ben toch eigenlijk in principe tegen fusies. Ja, als ik het samenvat, in principe tegen fusies. Als we het doen, moeten we wel de goede combinatie zoeken. Ja. En dan vooral nu gaan samenwerken, niet samengaan. Nee, ik bedoel, samenwerken en samengaan moeten we nog even bekijken hoe zich dat verhoudt. Omdat nu uit diverse onderzoeken, en je ziet bijvoorbeeld in een land als Zwitserland dat heel sterk, blijkt dat die fusiewerking een beetje achterhaald is. Maar je kan het ook anders. Ik bedoel, wij denken nog vaak te klassiek, zei hij, de senior van 50PLUS. Ja. Nee, goed. Wat helpt dat het dus geen Gooistad, maar wel samenwerken met de rest van ons Gooistad? Nee, Gooistad heb ik wel een punt mee, omdat ik ben bang dat de macht in Gooistad van, ik durf het bijna niet te noemen, van Hilversum, wel misschien heel erg groot en centraal wordt. En daar ben ik nou toch niet voor. Nou, dus stel je wel een beetje als Calimero op, denk ik. Ik denk dat je bijvoorbeeld uit moet gaan van de kracht van elke kern hier in de Gooie Vechtstreek. Elke dorp, elke plaats heeft echt zijn eigen inbreng, zijn eigen unieke karakter, zijn eigen meer opbrengst voor onze regio. Ja. En ik denk dat we dat juist moeten bundelen. Mm. Laten we met elkaar gaan en zorgen dat we daar een mooi apparaat neerzetten wat een mooie gemeente neerzetten. Oké, duidelijk. We gaan het doorpakken. Ja. Jij zegt Gooistad ja. Andreas, samenwerken dus. Dat is de toekomst. Punt 2. Ja, dit is eigenlijk eentje waarop we het antwoord al weten. Maar ik wil je toch de kans geven om even jullie argumenten erop neer te leggen. Dat gaat over het kopje volkshuisvesting. En als alle lopende projecten worden afgerond, is de stelling daar, heeft Gooise Meren voldoende sociale huurwoningen? Het antwoord lijkt me jullie beide wel makkelijk. Maar, zeg het maar. Sorry. Ja. Nou, nee. Nee. Het is heel duidelijk. De lopende projecten waar we het nu over hebben, zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk projecten met dure, enorm dure en extreem dure woningen. En daar hebben we op dit moment echt wel genoeg van in Gooise Meren. Als wij de wijken ingaan, als wij mensen vragen waar de behoefte aan is, zegt eigenlijk iedereen naar ons terug van wij willen dat wij zelf, dat onze kinderen hier ook in deze gemeente kunnen een huis kunnen vinden. Ja. We willen dus starterswoningen, we willen dat jongeren hier kunnen blijven. We klagen hierover dat Gooise Meren vergrijst, maar we jagen de jongeren hier ook weg, omdat ze op een gegeven moment toch echt uit huis willen en dan geen plek hebben hier om zich te settelen. Ja. Hoe komt dat? Want er zijn natuurlijk prestatieafspraken die worden gemaakt waarvan we zeggen, nou ja, elk bouwproject moet 1/3 sociale huurwoningen zijn, maar dat lukt nog dat niet. Dat wordt steeds op de lange termijn geschoven door onze coalitie. Ja. Er wordt continu gezegd wanneer er een project start, komen huurwoningen. En vaak gedurende de fases van het project verdwijnen die huurwoningen. En wordt gezegd, dat komt dan ergens anders wel. Dit is niet de plek voor sociale huurwoningen. We hebben dat gezien op het stortterrein waar nu gebouwd wordt. En nog steeds erg jammer, daar zouden sociale huurwoningen komen. Maar is in een nieuw voorstel is op een gegeven moment gesloten om daar toch dure woningen neer te zetten. Ja. Hoe gaan jullie het anders doen? Wij gaan het... Voorzitter. Ja, mag wel. Nou ja, om aan te vullen. Hè, want ik zag natuurlijk bij jullie standpunten ook de tiny houses, het tiny houses project. Ik wil
we gaan er geen gevecht over hebben. Maar ik denk dat ik nog weet dat ik het als eerste had opgevoerd de aanloop naar Krailo. En dat later onze wethouder Boland en ik geloof ook Sandersen toen zijn gaan kijken. Want dat kwam, zijn er ook een voorstander van. En dat kwam gewoon vanwege het feit dat mij tegenover in de straat woont een man die in de tiny house zit. En zei, Andreas, kun je er niet eens naar kijken? Nou, er zijn televisieprogramma's tegenwoordig over een hele series. Tiny houses. Daar één opmerking. Ik heb een hele leuke uitnodiging voor je, Andreas. Nou, ik nodig je uit om aankomende zaterdag om 3:30 hier op het Wilhelmina, in de Wilhelminakerk, in het Wilhelminaplantsoen. Ja. Een lezing, een interactieve lezing van Henk Leenders mee te maken over tiny houses. Graag. En de mogelijkheden hier in Gooisemeer. Nou, jullie zijn het over dit punt. We zijn het erover eens. Laten we eens dus vanuit gaan dat jullie samen in de coalitie terechtkomen. Wie weet. Wat gaan 50PLUS en Partij van Arbeid eraan doen om meer sociale huurwoningen te krijgen? We zorgen er allereerst voor dat de verkoop van sociale huurwoningen stopt. Op dit moment kunnen woningbouwcorporaties nog steeds hun woningvoorraad verkopen. En dan denk je, nou dat is mooi, dan hebben ook mensen kans om een betaalbare woning te kopen. Alleen is gebleken dat de woning na één keer, als die weer doorverkocht wordt, al 4 ton of meer kost. Dat noem ik geen betaalbare woningbouw meer. Dus wij willen als eerste ervoor zorgen, de afspraken met de corporaties stop met de verkoop van onze sociale woningvoorraad. En vervolgens wil ik toch echt op de regionale en lokale woonvisie wijzen, waarin we zeggen dat we echt voor 30% sociale woningbouw moeten gaan kiezen. En dat wil ik waarmaken. En daar wil ik nou ook echt mijn hakken voor in het zand zetten, dat we dat daadwerkelijk oppakken. Het liefst nog wat meer om de problemen die we hebben opgelopen, dus de achterstand in het sociale woning segment, om dat op in te lopen. Ja, Andrea zegt al een paar keer ja. Ja, nou ja, de doorstroming toch trachten te bevorderen. Kijk, nu wordt van regeringswegen gezegd, de ouderen moeten zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Hè? Tegen alle goed en kwaad in. En we moeten die aanpassingen, die woning moeten we aanpassen, enzovoort. Wij willen toch kijken waar je de ouderen wel kunt laten doorstromen. Maar dan zul je dus seniorenwoningen moeten gaan bouwen. En dan misschien dat we daarin dan ook een beetje verschillen, hebben wij gezegd, kijk, daar waar je hoger dan 4 hoog of 3 hoog, en ik praat niet over de Empire State Building, hier als ik naar buiten kijk, zie ik ook 1, 2, 3, 4. Nou, 5 hoog vinden wij ook nog wel kunnen. Niet dat hele Gooise meren met 5 of 6 of 7 hoog moet volgebouwd worden. Maar je hebt dan wel de mogelijkheid om, hetzij voor senioren, hetzij voor jongeren, woningen te creëren. Dus als je alles laag houdt, dan denk ik dat je niet helemaal uitkomt. Maar ja, dat is mijn idee. Daar volgen wij je precies in. Als je ons in de stem wijzigt, had je zo bij ons uit kunnen komen. Nou, precies. Ja. Dus wij zijn er ook niet op tegen. We zijn het hier alleen met elkaar eens. Jullie gaan het ook samen met elkaar maken, denk ik zo. Wat heerlijk. Maar goed, die seniorenwoningen moeten echt wel komen. En dan is een tiny house voor een senior en ook een alleenstaande senior fantastisch. Nou ja, we zullen het in de kerk gaan zien. Ja, precies. Ja, okay. Kom langs. Ja, we hebben lekker gedebatteerd. Nog korte tijd tot we gaan stemmen. Ja. Verkiezingen komen er natuurlijk aan. PvdA-campagne de komende weken. Hoe ziet dat er nog uit in die laatste spannende dagen tot aan de verkiezingen? Nou, vooral heel erg leuk. Wij gaan door op dezelfde manier waarop we het hebben ingezet. Wij pakken deze campagne heel veel tijd om alle wijken en buurten in Gooisemeer in te gaan. En te vragen wat mensen willen, wat de inwoners zelf willen, wat er beter kan aan hun buurt. Waarom ze hier juist graag wonen en wat wij voor hen kunnen betekenen. Dat blijven we volhouden. We hebben aankomende zaterdag dus een hele leuke tiny houses lezing. We hebben nog meerdere debatten. Vanavond mogen Andreas en ik naar het lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis in Bussum. En aankomende dinsdag ben ik nog aanwezig bij een regiodebat. En voor de rest zullen wij de komende week vooral mensen ook motiveren om te gaan stemmen. Want het gaat echt ergens om. En ik hoop dat de opkomst hoog wordt. Het ziet dat je stem echt wat waard is. Ja, volg nog die campagne in. Spannende dagen. Ja. Laten we eens een gokje doen. Hoeveel zetels wordt het voor de Partij van de Arbeid? Ja, dat is een hele lastige natuurlijk. Ik denk dat het het breed ligt. Maar ik zeg 5, 6 zetels. Daar gaan we voor. Oké, dat staat genoteerd. Andreas, voor jou? Ja. Campagne? Kijk, campagne. Kijk, wij voeren op dit moment een actie via Facebook en via de andere sociale media. En dan wou ik toch nog even zeggen, het is een heikel punt, maar zeg nee tegen de kliko-PMD. Want, en dan kan je zeggen, ja, maar dat is allemaal al beklonken en afgesproken en het gat heeft zijn vergunning al en dat valt buiten de gemeente.
Maar wij zien gewoon ook aan de reacties van mensen dat een kliek op PMD en voortschrijdend inzicht toont aan dat dat een onnodige, onzinnige en te dure zaak is. En dat je zal zien over 5 of 10 jaar, zeker over 10, dat onze kliko's geminimaliseerd zijn. Sterker nog, waarschijnlijk hebben we ze niet meer. Want scheiden achteraf is gewoon beter. Niet dat je de burger moet zeggen, joh, je moet bezig zijn met het milieu. Maar wat je nu ziet, en ook bij senioren en ouderen, ze zijn de hele dag aan het scheiden. Ze zijn wel goed bezig dan. Ja, dat is dat geweldig. Weet ik. Maar het is wel een enorme belasting. En we hebben het gezien bij mensen. En dan denk ik, als het nou niet nodig is. Hè, een programma als Kassa heeft de laatste aandacht aan besteed. En waar een professor ook nog eens zei, dit en dit en dit. Het is gewoon niet meer nodig. De grote steden gaan er al op over. En je moet als burger, zei hij nog, in de kleinere gemeenten, gewoon blijven zeggen en blijven vragen, laten we ermee stoppen. En dan denk ik dat die plastic zak die we nu hebben met de PMD, dat werkt voldoende. Ja. Nou ja. Nou ja, een van jullie campagnepunten. Het is een van onze campagnepunten. De meningen zijn er wel over verschillend. Zeker. Ja, is wel goed de scheidingstechnieken zijn op dit moment nog erg duur achteraf. I know. Dus maar, dat zal de reinigingsheffing zal op dit moment voor Gooise Meren wel enorm oplopen. Dus het is wel een voor en tegen. En op plekken waar het niet kan, bij verzorgingstehuizen of bij in de vestiging. Belangrijke plekken, 50 plus. Wordt het al niet gedaan. Nee, dat klopt. En dan merk je ook dat het restafval, wat er ook allemaal in zit, gaat allemaal in dezelfde oven. Om het maar even zo te zeggen. Dus er is nog heel veel winst te behalen. Ja. Precies. Nou, even jullie campagnepunten dus. Ja. Kijk even in je glazen bol. Hoeveel zetels gaan het worden op 21 maart? Ja. Man, ik lig er hele nachten over te delibereren. Want willen wij bijvoorbeeld meedoen met elkaar in een coalitie, dan zal je minimaal 3 zetels moeten halen. Nou, dat moet wel kunnen, toch? Je hebt er nu 2, eentje meer. Ik hoop het wel, maar 4 zou helemaal fantastisch zijn. Als je kijkt naar de landelijke tendens, dan is het haalbaar. Maar je moet rekening houden, en niet dat ik er bang voor ben, dat de lokale partijen hier toch, net als overal in het land, behoorlijk zullen gaan scoren. En dat er een versnippering ontstaat. Dat de VVD volgens mij zal gaan verliezen. Ik schat ook in D66 en ik schat misschien ook in, sorry jongens, het CDA. En bij jullie, nou daar zie je een andere trend. Dus als jij zegt 4 of 5 zetels. Dan 5 of 6, hè? Oh, 5 of 6? Ja. Nou ja, goed, je moet voor het maximaal gaan. Ik wil wel gaan. Ook zeggen, ik heb ook een beetje een probleem altijd met het totaal lokaal versus landelijk. Mm-hmm. Ik denk dat wij bij uitstek de lokale partijen zijn. Wij wonen hier allemaal, wij werken hier allemaal. Ja. De kinderen gaan naar school, je doet je vrijwilligerswerk. Ja. Je bent gezetteld hier en vanuit je idealen wil jij je eigen gemeente mooi maken. Ja. Ja, en ik denk dat het lokale gedachte is. André, zeg nog even kort hoeveel zetels worden. 4? Ik denk en ik hoop 4, en dat zou ik heel erg mooi vinden. En daar hebben wij het ook het E-team voor. En vergeet niet, 50 plus, lokaal een goed verhaal. Nou kijk, die staat genoteerd. Dankjewel. Heel veel succes op 21 maart en de campagne die nog gaat komen. En we zien elkaar dan. U bedankt voor het kijken. En er werd net al gezegd, 21 maart zijn dus de gemeenteraadsverkiezingen. Ga vooral stemmen, want er is echt iets te kiezen. En of je nou op de Partij van de Arbeid zet, op 50 plus, op een andere partij, doe het gewoon. Voor u bedankt voor het kijken. En heel veel succes in het stemhokje op 21 maart. Dank u wel. Dit was In Derde Termijn. Vanaf donderdag 22 maart is er een extra lange editie van In Derde Termijn, met alle uitslagen en analyses van de gemeenteraadsverkiezingen. Graag tot dan.